spanning in Europa met betrekking tot de inzet van kernwapens. Daarover ging het vandaag in de Tweede Kamer. Ook de Russische buitenlandminister Lavrov waarschuwde maandag voor het worst case scenario, een nucleaire escalatie. Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, готовы и далее сдерживать нашу страну, что называется, до последнего украинца. При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями. Aan de desk hierover journalist David Boersta. David, stevige woorden van Lavrov. Wat is de aanleiding van deze waarschuwing? Nou, deze specifieke aanleiding was nieuw geld dat is vrijgemaakt voor oorlogsmaterieel voor Oekraïne. Althans, zo is het officiële verhaal. Maar als je kijkt, in Amerika hebben ze 60 miljard vrijgemaakt. Als je kijkt waar het aan besteed moet worden, is het meer een deel toch wel aan de eigen wapenindustrie. Maar dat hekelt hij wel. En de Amerikanen die willen dat de Oekraïners daar de oorlog winnen. Ze willen Rusland een strategische nederlaag of nou ja, strategic defeat heeft hij het over. Dus eigenlijk misschien nog wel iets verder hè, dan dit. En hij zegt van ja, weet waar je eigenlijk je op begeeft. Hè. Dat is schaken met een nucleaire grootmacht. En dat is wat hij benoemt van dat is een behoorlijk risico. Ja. Deze week maakte Polen kenbaar open te staan voor de plaatsing van nucleaire wapens op haar grondgebied. Dat zien we hier, quote. We are ready to host nuclear weapons. Die hebben ze dus nog niet, maar ze staan wel open om dat daar te ontvangen. Ja, en nou zijn er in Europa meerdere landen die als host van nucleaire wapens worden gezien. Waaronder Nederland. Het is een publiek geheim en ze liggen in een volkel. En nu heeft Polen, de premier van Polen, gezegd toen hij in Washington was van nou, dat willen wij ook wel. Daar zijn we klaar voor. Ja, ja. En wat is de aanleiding voor hun om dat te zeggen? Nou, als je kijkt naar de Europese landen, dan is Polen zich tot de tanden toe aan het bewapenen. Zij willen echt een tegenwicht kunnen bieden in hun ogen dreiging van Rusland. En wat er ook nog speelt is dat in november er verkiezingen zijn in Amerika. En er verwacht wordt dat Amerika niet meer de huidige rol die ze nu op het wereldtoneel hebben zullen behouden. Die zullen zich waarschijnlijk terugtrekken in een bepaalde mate uit de NAVO. Amerika is wel een kernmacht. Maar als Amerika zegt van nou, wij willen die beschermheer van Europa niet meer zijn. Ja, wie moet het dan wel gaan doen? Dat is voor Polen, dat vrij dicht bij Rusland ligt, een wat ongemakkelijk scenario. Dus die willen zich voorbereiden en die zeggen dus in Washington van nou geef ons die kernwapens maar. Ja, ja, het is eigenlijk een soort open sollicitatie van hier zijn we. Ja. Ja. Nou werd er vandaag in Den Haag een hoorzitting gehouden met betrekking tot de spanningen omtrent kernwapens. En daarin besprak men ook de rol van Nederland en de mogelijkheid van de eventuele de-escalatie. Nederland, dat was een van de vragen, wat zou Nederland nu kunnen doen? Nou, Nederland zou kunnen signaleren dat het een einde wil maken aan de hostingconstructie met de Amerikaanse kernwapens. En als Nederland dat doet in samenwerking met de andere host nations, hostlanden in Europa, dan kan worden geprobeerd om van Rusland en eventueel ook van andere kernwapenstaten een tenminste gelijkwaardige reactie te vragen. Zo kan Nederland een rol spelen in het weer terugvinden van de weg naar ontwapening. Want dat we de weg dat we waren op een goede snelweg richting verdere ontwapening. We hebben een afslag genomen, duidelijk weer richting verdere bewapening. En we moeten echt weer, dat is een afwijking die we weer terug moeten zien te buigen naar ontwapening. Vanwege de zeer grote risico's dat dit fout gaat. Ja, deze meneer gebruikt ook de woorden het hosten van kernwapens. Dat doen wij dus al hier in Nederland. Vertel eerst even, wie was deze meneer? Ja, dit is iemand die van een soort van organisatie afkomstig is die voor vrede is. Tegen bewapening, tegen oorlog en die zich inzet voor eigenlijk humanitaire beweegredenen. Ja. En het viel me mee dat zo iemand dan vervolgens in de Kamer ook zijn het was een hoorzitting, hè, dus zij werden bevraagd door Kamerleden. Maar dit hoor je eigenlijk bijna nergens. Hè. De-escalatie. Ja, dit is de-escalatie. Ja. Maar het gaat nog verder dan de status quo van voor de Oekraïne-oorlog. Hij zegt van we moeten af van die wapens in volkel.
Maar hij stipte ook in dit gesprek aan dat we eigenlijk het tegenovergestelde hebben gedaan. We hebben die wapens in Volkol zelfs gemoderniseerd. Dus de lage nucleaire wapens, die hebben we gemoderniseerd. Terwijl wij officieel geen kernmacht zijn. Hè? Dus we zijn host. Nou, zo zijn er meer van in Europa. En dan krijg je een escalatie, een geweldspiraal, een mogelijke geweldspiraal. Want Nederland heeft ze, wij moderniseren ze. Op hun beurt zegt Rusland dan van, oh, maar wacht even, als dat gebeurt, dan plaatsen wij ons nucleair arsenaal ook in Wit-Rusland. Daarmee komt het aanzienlijk dichter bij ons. Vervolgens zegt Polen van, oh, wacht, dan willen wij ook wel kernkoppen hebben. Dus je kunt zien waar het heen gaat. Ja. Nou, het interessante is dat hij dus heeft over hosten van Nederlandse kernwapens, zoals we het hier in Volkol hebben. Polen wil het wel graag hosten. Dus je zou er ook een verband kunnen zien van, hey, er is kans straks die kernwapens die wij hier in Volkol hebben liggen, die kunnen we vrolijk naar Polen rijden. Zijn wij er vanaf? Ja, dat is een mogelijk scenario. Ik denk niet dat Mark Rutte met zijn aanstaande baantje daar ook zo over denkt. Ik denk dat hij eerder zegt van, nou, geef ons maar wat extra, dan beschermen wij Polen wel. Ja. Dus ik vind dat een enge beweging dat we in Europa nu naar meer kernwapens grijpen om in onze verdediging te willen voorzien. Dat waren ze trouwens allemaal eens. Dat elk scenario eigenlijk een onwenselijk scenario is als het gaat om de inzet van kernwapens. Nou, heb jij het debat, of de hoorzitting, hè, moet ik zeggen, vandaag uitgebreid gevolgd. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten kwamen ook aan bod. Ja. Wat werd daarover gezegd? Je hebt nu het conflict natuurlijk met Israël, Iran, dat erbij betrokken is geraakt onlangs. En dan gaat het ook weer over de mogelijkheid van Iran om over kernwapens te beschikken. Om ze te maken, over het uranium dat ze daarvoor nodig hebben. Dat hebben ze waarschijnlijk steeds meer, die stof, om het te kunnen maken. En dan vraagt een Ruud Brekelmans bijvoorbeeld van de VVD van, nou, wat kunnen we er nou aan doen om te voorkomen dat ook Iran kernwapens krijgt en wat heeft dat voor geopolitieke consequenties? Nou, is Ruben Brekelmans van de VVD wel echt het omgekeerde van die man die je net zag. Ja. Ruben Brekelmans heeft het dan over hoe we mogelijk kunnen escaleren. En het antwoord op de vraag over hoe we met Iran moeten omgaan. De voorman van hetzelfde instituut als Rob de Wijk, die zat daar ook. En die had het dan over van misschien moet je dan denken aan een preemptive strike, een aanval nog voordat ze het op massavernietigingswapens kunnen hinten of ze kunnen inzetten. Dan moet je misschien van tevoren al zo'n land aanvallen als een van de opties die er besproken werd. Irak had ze achteraf ook niet. Ook Irak kwam ter sprake, dus het was een beetje ongemakkelijk. En je kunt ook de andere kant op, van, nou, stel dat Iran ze wel krijgt, dan wil Saoedi-Arabië ze waarschijnlijk ook. Ja. Dus dan krijg je ook daar een soort van nucleaire wapenwedloop. Ja. En dan werd nog de vraag gesteld van, stel dat Amerika zich terugtrekt, want dat was een beetje de teneur. Hè. Ze gingen er eigenlijk al vanuit dat Amerika een terugtrekkende beweging gaat maken. Wat doen we dan bijvoorbeeld met de grootmachten op ons continent? Hè? Groot-Brittannië en Frankrijk hebben gewoonweg een nucleair arsenaal. Maar die hebben niet de mogelijkheid om te schalen. Daarbij is het dus alles of niets. Ze hebben dus of een enorme bom die ze meteen moeten laten vallen, omdat er niks tussen zit in gradaties, of niets. En Rusland beschikt bijvoorbeeld over tactische kernwapens, waarbij je dus kunt gaan voor een iets minder zwaar middel. Het zijn gewoon kleinere kernwapens. Dat zijn kleinere kernwapens, ja. Die inzet werd ook besproken. En Ruben Brekelmans vroeg zich dan af of Frankrijk en Groot-Brittannië niet ook zulke wapens moeten gaan maken. Ja, die vroegen zich dat af. Een hoop vragen sowieso rondom de toename van de kerndreiging. Afgelopen maand werd president Poetin ook gevraagd naar de mogelijke inzet van kernwapens. Hij reageerde erop als volgt. Как вообще можно быть к этому готовы? Мы действительно готовы к ядерной войне? Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся. Постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая.
Enerzijds zegt hij dus vaak, joh, wij hebben geen belang bij een nucleaire oorlog. Maar hier zegt hij van, nou ja, min of meer van als het dan toch zo ver komt, dan lopen wij ver voor op jullie. Is dat een goede analyse? Ja, hij pocht een beetje met zijn nucleaire arsenaal. En de mate waarin zij voorlopen op de Amerikanen. Nou, dat is wel terecht. Het arsenaal is beter. Ja, het heeft niet zoveel zin om het te hebben over wie de meeste heeft. Hè. Of het er nou 6.000 zijn of 5.000. Hè. Dat zijn de schattingen ongeveer van de Amerikanen en de Russen. Dat maakt niet zoveel uit, want je gaat ze toch niet allemaal hoeven in te zetten. Nee. Maar het feit dat ze tactisch zijn, dat ze hypersonisch zijn. De Russen hebben wat dat betreft het beter voor elkaar. Maar nog steeds zegt hij ook van ja, ik wil ze niet inzetten. En hij vraagt dan, hij zegt dan ook tegen die interviewer van waarom zou ik ze eigenlijk inzetten? En ik heb dat niet nodig. Hij is aan de winnende hand in Oekraïne. Ook tegen het zere been van de NAVO dan misschien in. Maar ja, hij heeft ze niet nodig. En dat werd ook besproken tijdens het overleg vanmiddag. Hè, van, verwacht je dan dat, hè, zelfs al zou die misschien wel teruggedrongen worden en Donbass weer moeten opgeven, zou die ze dan inzetten? Nou, zelfs die man van de organisatie van Rob de Wijk, hè, dus door de NAVO betaald, zelfs hij zei van nou, de inzet van tactische kernwapens in dat scenario is ook hoogst onwaarschijnlijk. Dus ja, ik denk dat ze de mensen zoals Ruben Brekelmans, die graag kernwapens in Europa willen hebben, of Polen bijvoorbeeld, en zich, ja, nou ja, misschien zijn ze bang voor een scenario dat Rusland het ooit gaat gebruiken. Maar tot op heden zijn die tekenen er eigenlijk niet. Wetende dat Rusland aan de winnende hand is in Oekraïne, wetende dat we de oorlog moeten winnen, wat het dan ook is. Waar begeven wij ons in deze tijd, David, als we het hebben over de-escalatie of escalatie? Welke kant gaat de weegschaal op volgens jou? Richting escalatie. Ja, je kunt denk ik, je hoeft niet heel ver vooruit te kijken om je een Cuba-crisis scenario voor te stellen. Hè. Dat was toen ook, ging dat net goed en dat was Sherlock. Dat ging echt net goed en dat was niet omdat er heel veel intelligente mensen dachten over wat is nou het beste om te doen. Maar dat was gewoon eigenlijk puur stom toeval. Nu heb je wel de tijd om tot bezinning te komen. En zitten er zulke mensen gelukkig in Den Haag die zeggen van nee, we moeten de-escaleren, we moeten ontwapenen en we moeten vooral niet extra kernwapens hier in Europa gaan plaatsen. Want daar maak je jezelf een doelwit mee. Ja, zijn roeper in de woestijn, de man die we net zagen, die opriep tot de-escalatie? Nee, alleen het lastige is dat het militair-industrieel complex natuurlijk een enorm budget heeft om men wel richting een wapenwetloop te bewegen. En dat was in de Sovjet-tijd al zo en dat zie je nu weer. Ja. Jij blijft het volgen, David Boerstra. Dankjewel.